opname starten natuurlijk. Dat is heel erg belangrijk, de opname starten. Maar dan komt daar mijn vriendin, die werkt in Holten. En die gaat via Goor terug en dan komt ze bij gezondheidsperk komt ze uit. Goed. Even de pauzeknop er vanaf halen. We staan hier in Zwolle. We openen hier even onze deuren. Huh, ik weet niet. Dit leek er net heel erg nep uit te zien. Maar het kan zijn dat ik er een klein beetje fout na zit. En, niet doen. En wij gaan helemaal rijden tot aan Nijmegen. Dus ik zal even de koersborden zet ik even hier op Nijmegen. Dus even een momentje totdat wij alles naar voren heen skippen. Totdat we eindelijk in... Oh! Nijmegen zijn. En dan zijn we toch met de front zijn nog even bezig. Zo! Zo, daar word ik helemaal gescheid ziek van die rare, hoe heet het ook alweer, dat is volgens mij de, wat is dat ook alweer voor ding? Voor mij is dat de airco of zo heet dat. Goed, volgens mij zijn we helemaal voorbereid. Maar goed, en trouwens de Great Train Lover, ook bedankt voor de follow. Maar voor mensen die willen weten welke preview als eerstvolgende is aan te komen, waarschijnlijk is dat de preview van Enschede, Zwolle, Oldenzaal. Zutphen of zoiets dergelijks. Even uit mijn hoofd. Dus ja. Dat is wel. Dat is wel nice. En trouwens, Stormtrein, bedankt voor de. Ik denk dat dat bits zijn. Ja, 4 bits. Bedankt voor de bits, joh. Heel erg aardig van je. Bedankt, bedankt, bedankt. Jazeker heb ik de opname gestart. Siva aan. Ja, ja. Die heb ik echt aangezet, Siva. Ik weet dat niet alle mensen daar misschien even blij mee zijn, maar ja, dat zit er toch in. Hoort er toch bij, Siva. En ik ga eventjes wat dingen hier van mij ontdoen, want anders kan ik namelijk de raildrive cap niet optimaal gebruiken. En dat is een beetje, ja, dat is wel een klein beetje lastig. Dus even al die zooi die hier ligt, zo, die gaat achter mij en dan is dat weer klaar. Siva handbrems doen. Ja, ja, dat is inderdaad die Siva. Goed, even kijken. Dina. Ik. Oh nee, ja. Zo, goed zo. Zo. Oh, niet 100%. Dat is niet netjes. Nou, mijn raildriver die is nog een beetje naar voren ingeschoten. Dus een beetje rustig gaan doen. Goed. Staan de front zijn er trouwens goed aan. Zijn er in één keer weer uit. Ga ze aan. Klik. Zo mag een weerdas. Goed. Koploper is pas nog even wezen spotten op Zwolle. Leuk station, veel verkeer. Nadelig is dat alles tegelijkertijd vertrekt. Ja, dan ben je wel een klein beetje... ja, dat is wel een klein beetje vervelend inderdaad. Goed, maar het is dus lekker vroeg in de ochtend, dames en heren. Dus dat is alleen maar fijn dat het vroeg in de ochtend is. Het is een ochtenddienstje die we deze keer gaan doen. Zo, die gaat even weg. En wij gaan trouwens stoppen vandaag ter Veije. Olst, Deventer, Zutphen, Dieren, Arnhem Centraal en station Nijmegen. Dus we hebben echt een lekkere intercitydienst voor in de ochtend. GTW staat nog wel in de planning, maar het scenario dat moet nog eventjes bekieken. Dus, maar alsnog dames en heren, ik vind het heerlijk om eventjes weer terug te zijn. Het is inderdaad een lange rit koplopen, dus we vertrekken namelijk om 6:15. En we zijn 10:30 komen we aan in... In Arnhem. Dus we hebben inderdaad een lange dienst. David, je kan mij volgen op Twitter, op Facebook en op YouTube. En hier op, waarom ben ik het niet kwijt? Op Twitch. Het zal ongeveer 1,5 uur duren, Chihant. Ja, inderdaad, ongeveer 80 minuutjes. En ik heb nog... Hey Cleo, bedankt voor de bit. 200 bits, dankjewel Cleo. Vriendelijk, heel nice. Bedankt joh. Dat is altijd welkom, altijd welkom. Thanks. Oh, op de treinmap. Oh ja, tuurlijk. Wacht even, die moet ik nog eventjes starten. Moment. Third... Rails map. Dat is deze. Ah, ik snap die eventjes niet. Wacht even. Dat gaan we eventjes doen natuurlijk. Prepare for depart. Daar even in de gaten houden. Follow. Broadcast. Zo, nu ben ik te volgen. En ik denk dat het aan Rob Jansen is om eventjes... Van, er was een commando voor. Iets met hashtag trainmap of hashtag railmap of iets in die richting. Maar daar staat de link in.
Van het hashtag Rilmap uit mijn hoofd. Ja, dankjewel Rob Jansen. Wij rijden nu momenteel net buiten Zwolle, dus dat... Dat valt dan nu te zien. Oh, het is 610 trouwens. Zo, we gaan net het bord van 130 voorbij. Dus nog heel even wachten. Hoeveel bakken hebben wij? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bakken ICM hebben wij. Nou, daar kunnen we lekker mee vandoor. Maak er maar 300 van. Dankjewel, Cleo. Goeiedag, hé. Nice. Thank you, thank you, thank you. Bliefjes, hoe gaat het met jou? Nou, Bert, momenteel gaat het bij mij gaat het heel goed. Ik heb het lekker druk op werk en dergelijke. Dus, ja, dat schiet op zich wel lekker mee. De camera wil niet doen wat ik wil. En Marleen, bedankt voor de ene bit. Zo. Ik moet natuurlijk wel even een drive-by doen nog, hè? Ah, ik had hem net. Die ja, die wil ik hebben. Zo, hè. Goed, nu kunnen we lekker... Oh, rij iets te snel trouwens, dus laat even de tractie los. Je ziet er weer vrolijk uit. Ja, dankjewel Cleo. Wat zijn trouwens al die muntjes voor jullie namen? Ik zie allemaal van... Ik zie bij Cleo een eentje zag ik al voor de naam staan. En ik zag bij iemand anders zag ik een tweetje voor zijn naam staan. Wat zijn al die... Wat zijn het allemaal voor dingen die voor jullie naam staan? Want bij mij is het nog niet heel erg bekend eerlijk gezegd. En bedankt voor de 5 bits. Merlijn Games, dankjewel. Oh, ligt aan de bits. Oké. Okay. Nick, ik rij inderdaad... NL Jur, jij stond op 2. Oh, muntjes zijn de bit champions. Oké. Okay. Ja, jij hebt inderdaad voor... Ik zie nu 2 bij jou staan, NL Jur, inderdaad. Maar of ik zelf nog met heel erg veel met de trein reis? Nee, dat valt op zich best wel mee. Connetje, ook bedankt voor bits. Of ik veel met de trein reis? Ja, nee, eigenlijk niet. Voornamelijk reis ik met de trein elke keer als... voornamelijk als de treinkaartje in de aanbieding zijn. Dan reis ik er heel veel mee. En dan gaan we vaak... Ga ik dan met mijn vriendin richting Den Haag om daar... ja, klinkt misschien een beetje dom. Maar om daar Pokémon's te gaan vangen. Dus ja, Pokémon Go speel ik trouwens nog steeds hoor. Dus vandaag was het Mareep Community Day. Met andere woorden waren we overal Mareeps te vangen. Waarom doet dat het niet, Melvin? Ik kan het even niet volgen. Wat mijn favoriete trein is? De Blivius Firm. even kijken buiten dat ding... Buiten dat ding om. Hey Leonard, goedemiddag. Ja, ook weer leuk om jou in de chat te zien, om het zo te zeggen. Even denken. Oei. Ik ben even aan het denken. Wat is dan mijn favoriete trein? Ja, eigenlijk vind ik gewoon de nieuwste treinen vind ik vaak wel het mooiste. Oké, dan moet ik eventjes naar de livestream naar kijken, Europke. Want ik moet nog heel veel dingen nog even updaten, denk ik. Dus dat gaan we nog sowieso eventjes doen. Maar ik zit... Even te denken. Ja, nee. Dat is de Blivius-firm. Dat is gewoon heel wat anders. Bij is 3 kilometer nog. Ja. Ik had altijd heel erg veel met... Überhaupt met firms. Maar dat is... De firm M is natuurlijk netjes gemoderniseerd. Misschien toch ook wel een beetje... Laat ik zo zeggen, mijn favoriete treinen zijn treinen die ik makkelijk fijn vind rijden. En ik vind vaak de treinen met de combi-handle vind ik het makkelijkste te bedienen. Zoals eventueel de Flirt heeft en de GTW heeft en de SLT heeft. Dat vind ik vaak de treinen die het makkelijkste rijden. Nou, en eigenlijk vind ik de Flirt, die heeft toch iets mooiere kleurstelling dan de SLT, vind ik. Dus ja. Shardy Games, mijn favoriete route. Dat is eigenlijk de route waar we momenteel op rijden. En...
Welkom Kaasman, leuk dat het je eerste livestream is en ik hoop dat je je zal bevallen natuurlijk. Oh Bert, je typt een ontzettend lang verhaal. Wacht even, ik moet iets als even remmen. Gisteren naar het noorden gereisd, naar Emmen met de bus Groningen en de Winschoten om te lunchen in de Roodschool. Pannen gegeten. Oeh. We zien je niet op de kaart. Is dat zo? Dat zou volgens mij wel moeten, dacht ik. En ik dacht dat elke link, dat die gewoon elke keer moet passen, toch of niet? Bestaat Bad Bentheim al? Ik weet niet tot hoe ver die map wordt doorgedrukt eigenlijk. Nou, ik moet hier eventjes opletten jongens, want ik moet hier even stoppen. Ja, sorry trouwens voor het vervelende geluid, maar dat is... Ik ben inderdaad niet live, oké. Ik zal zo even kijken, als ik hier stilsta. Ah, dat is wel nice, Jurgen. Stoptrein, bedankt voor de cheers. Ik open hier even de deur en dan ga ik heel even kijken, wat is hier nou aan de hand? Oh, wacht even, dat ging niet goed, denk ik. Zo. Nu moet ik wel live zijn. Sorry, ik had even niet goed geklikt, denk ik. Het is een alternatieve macaroni. Oh. Oké, ja, dat moet me wel eventjes bijblijven, inderdaad. Oh, koplopers. Mens, gaat er niet elke keer bij mij in het beeld staan? En Ghost Warrior, bedankt voor de host, trouwens. Zo, even een screenshotje. Ja, nou is hij wel te zien, inderdaad. Gelukkig. Mooi. Goed, richting schakelen we naar voren. En tractie. Oh, ik hoor wielslip. Koploper triggert de hele tijd. Ja, maar dat komt omdat we met de koploper aan het rijden zijn natuurlijk. Al vind ik wel dat dit ding nog een gigantische... ontzettend snel accelereert. Maar misschien dat het in een bijkomstige update wel opgelost wordt. Maar ik vind nog steeds dat het de koploper is een van de trainers die het allersnelst accelereert. Het is eigenlijk gewoon een soort van raket die naar voren heen vliegt. Ja, inderdaad. Dankjewel, Rob Jansen. Dat is inderdaad het scenario. Oh, ik kan niet zien hoe ver ik nog moet rijden. Even kijken, het is nog 4 kilometer naar Olsheen. Maak ondertussen even wiskunde. Ja, school is ook belangrijk. Dus eens. Wanneer speelde je voor het eerst het keer Train Simulator? Volgens mij, Nick, was dat ergens in 2013 of zo. Denk ik. Toen ben ik begonnen met het downloaden van Nederlandse treinen. Oh nee, dat is niet waar. Ik ben eerst begonnen op Duitse trajecten. Ik begon eerst vooral te rijden op Duitse trajecten. En... ja. En toen ben ik begonnen met Nederlandse. Rijd je deze rit regelmatig of valt het meer van het... Oh, dat is wat... Oh ja, voor de mensen die... Zo, wat dan zeggen. Voor de mensen die het misschien nog niet helemaal gezien hadden. Ik heb een... mijn NS-shirtje heb ik aan. Tadaa! NS-shirtje! Jawel! Het valt er niet heel erg op natuurlijk, hè, omdat ik een beetje verscholen zit achter alles. En bedankt voor de hoofd, Melvin. NS Polo shirt. Yep, NS medewerker voor life. Zo. Trampenshop kun je dat ook kijken. Nee, oké, jij niet NRJ. Jij niet inderdaad. Maar ik dacht voor één keertje kan het wel.
Oh, ik ben wel iets te vroeg gestopt volgens mij. Ligt er me net aan, NLJ, hoe realistisch je het wil spelen. Ja. Dat is dan wel weer waar. Dit komt wel op YouTube. Wie vraagt dat? Ik weet niet, ik kan het niet meer zien. En de Vink, trouwens nog, bedankt voor de bits. Thank you very much. Daar was Sifa. Yep. Nou, even de bakbotjes in de gaten houden, jongens. Nou, oh, het hobbelt hier wel een beetje. Zo. Oh, lekker zo in de bocht staan met je trein. Goeiedag, hé. Waarom gaat die voorste deur toch echt daadwerkelijk nooit open? Die voorste deur gaat echt nooit open. Wat is dit nou voor iets dan? Zo. Deur 1. Jij kan ook open, vriend. Ik weet niet of je het wist, maar bij deze. Hey, gek idee. Beetje idiote vraag. Heb jij icons als... nee, Cleo. Ik heb dat nog steeds niet. En dat is wel iets waar ik echt aan wil gaan werken. Want ik heb al heel erg lang heb ik de mogelijkheid dat mensen op mij kunnen abonneren. Maar ik heb nog steeds geen icoontje. En ja, dat, ik wil echt gewoon op een gegeven moment een paar mensen om tafel zitten. En dat zijn waarschijnlijk gewoon de moderators. En dan wil ik gewoon heel graag even om tafel omtrent speciale icoontjes. Want inderdaad, er is gewoon nog helemaal niks wat ik eventueel kan doen om de, als mensen op mij abonneren. Dus dat is op zich best wel een nadeel. Dus ja, dus daar moet ik nog mee bezig. Dus voor nu zijn er nog geen icoontjes. Nog niet in ieder geval. YOLO Steve. Ja, Trampet is ook wel zo'n webshop volgens mij. Nou, we staan hier al eventjes stil. Ja, ik moet inderdaad aan werken, Cleo. Eens. En Lucas Deel trouwens, bedankt voor de follow. Dus, maar dat is nog, zoals ik al zeg, Cleo, daar ga ik wel echt aan werken. Maar dat staat al veel te lang op een soort van, ja, hoe je dat zeggen, wachtlijst. ze hadden het beter kunnen afronden naar 30. Yep. Hoe lang moet ik nog wachten hier? Oh, niet zo lang meer. Mooi. Cornetje, bedankt trouwens voor de host. De Bruvijn, dat gaat heel goed met mij momenteel. Dankjewel. Deuren gaan dicht. En voor de verandering, laten we een keer gaan optrekken vanuit het passenger gedeelte. Aan de andere kant natuurlijk. Is goed, Cleo, geen probleem. Oh, wielslip, niet netjes. Illusie maken dat het goedkoper is dan 30. Ja, €29,99 toch? Hoe hard mag je hier? 90. Zo, we rijden 90. Ja, daarom zijn ook auto's vaak €9,199. Weet je wel, dat het net niet 10.000 is. Nu, de nieuwe Nissan Nuke voor €13,999,99. Waar je denkt van, waarom zou je dan godsnaam het laatste stukje niet meenemen inderdaad, dat je gewoon meteen lekker afrondt. Maar goed. Ja, in de supermarkt sowieso. Ik ben al lang blij dat... dat we alles afronden naar... hoe heet dat? Dat we alles afronden naar 5. Anders kreeg je ook weer van die 1 en 2 centjes. In Duitsland doen ze het trouwens nog steeds, hè, de 1 en 2 centjes. Ik zou niet eens weten waarom, maar ze doen het nog steeds. Zo, we gaan toch eens even terug naar de cabine. Op naar station Deventer. Subscriber kost... Ja, precies dat inderdaad. Koplopen, precies dat. Of er een Nederlands traject is voor jet trains? Nee, ik ben bang van niet. Had ik wel natuurlijk graag willen zien, maar dat is helaas niet zo. Hey, Martijn Wout, goedemiddag. Leuk dat je er bent.
Bij mij op de molen zijn alle producten gewoon afgerond. Dat is wat nieuws. Martijn is van de partij. Jawel, jawel. Hey Elke. Maar goed, voor de mensen die het niet weten. Ik speel dus Pokémon Go. En ik heb dus vanmiddag, was er een community day. En een community wil zeggen dat bepaalde Pokémon heel erg veel vaak, of heel erg veel voor gaan komen. Dus ik zal eventjes jullie zo meteen laten zien hoe of wat. We zijn nu momenteel in de richting van Deventer aan het rijden, Martijn. En daar zijn wij over 4 kilometer zijn we daar. Ja, eerst nog Deventer inderdaad, dan komt pas Zutphen. YouTube Love Case, bedankt trouwens voor de host. En die moet ik niet vergeten, meneer de dode man. Goeiedag, hé. Even kijken hoor, moet ik eventjes een stukje naar beneden scrollen. Dan kan ik even laten zien wat ik allemaal gevangen heb. Oh, wat leuk is dat toch allemaal. Ik ben heel Hengelo ben ik doorgefietst omdat ik Pokémon ben gaan vangen. Hier. Kijk, het ging mij vooral hierom. Ik hoop dat het even goed gaat, even kijken. Hup, het is een shiny Mareep. Juppakee, lekker hoor. Oh, wacht even. Bremsen. Ja, dit stukje is enkel spoor, jongens. Dat is normaal. Yep. Ik heb vier shinies vandaag gevangen. Dus dat is op zich wel nice, eigenlijk. Hengelo Gezondheidspark obsessie. Ja, vooral Hengelo Gezondheidspark obsessie is het geworden, hè. Dus, ja, de portalen zijn dubbelspoor, maar er ligt hier enkelspoor. Volgens mij is dat toen in de oorlog, ja, zoals Koppel van Mo zegt, is het is één stuk weggehaald en nooit meer teruggelegd. Of je zou kunnen voorbereiden inderdaad, ja. Hey Cleo, thank you. Bedankt hoor. Kan iemand mij trouwens uitleggen hoe het bitsysteem een beetje werkt eigenlijk? Ik bedoel, 100 bits, hoe moet ik dat zien? Als 1 euro? Of leg het eventjes uit. Maar heel erg bedankt, Cleo. Thanks. Dat is zeker wel een extra stimulant. 1 bit is 1 cent. Oké, thanks. Oh, 1 dollar cent. Ook prima, maakt niet uit. Nou, we gaan even de mensen pesten door ontzettend langzaam naar binnen in te rijden. Trouwens, dit zijn is geel, dus dan zou de volgende rood moeten zijn. Een nieuwe vorm van donatie. Ah, dat is nice. Je betaalt Twitch een bedrag voor een aantal bits, bijvoorbeeld 12 euro voor 1000 bits. Deze kan je dan... Oh, deze kun je dan minimaal... Oké, duidelijk. NFC, STFNKTS. Stop dan maar gewoon op Zutphen Switch Race. Nee, we gaan echt hier ook eventjes op David te stoppen. Spoor 3B, wat trouwens aan het einde is van het volgende zijn. Okidoki. En dan zou hier naast ons, dus hier aan de rechterkant van ons, zou er waarschijnlijk de Intercity naar Enschede moeten staan. Tenminste, dat denk ik. Nee, ik ook niet koplopen. Ik vind het zo bijzonder. Nou ja, dus 3B. Ik weet niet waarom ze per se wilden dat we helemaal hier stoppen, maar goed. Zo. Gooi de deur weer open. Is de eerste deur nu open? Alweer niet! Really?
Wat heb jij toch met die deur? Nou ja. PC-specs staan onder in de beschrijving. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, heel ver teruglopen. Ja, I know, maar ze willen graag dat ik op rond 3B stop. Nou, dan stop ik op rond 3B toch? Hoe lang trouwens? Veel te lang, daar ga ik dan niet op wachten. Daar heeft geen mens tijd voor. Ja, groen knippen. Ja, ik snap het. Ja, normaal gesproken zou het zo zijn dat als een sein geel is, de volgende rood is. Maar ik weet dan niet waarom waarom dat niet zo is. Ik wil trouwens even kijken, wat staat er hier nou naast mij? Dat moet dan toch... Ik denk dat het een lege consist is. Dat kan ook natuurlijk nog. Zo, eventjes doorspoelen. Ja, of dat erop, Jansen. Oh, we kunnen zo meteen weg. De deur is kapot. Ja, nou, dat moet dan wel. Oeps. Ik raakte met mijn klauwen per ongeluk de raildrijver aan. De deur is kapot. Ja, heb ik even een probleem. Ik weet dat men in Alkmaar wordt binnengenomen met groen knipper en dan zonder snelheidsbord om 40 af te dwingen. Maar technisch gezien zou dit tussen een groen knipper moeten wezen. Even uitgaande dat het dwerg langs de perron uiteraard... Ja, dat ook. Het feit dat het niet zo is, is dat je van een hooggeplaatst sein naar een laaggeplaatst sein gaat. En dan kan hij geen groen tonen omdat het laaggeplaatst sein altijd maximaal 40 is. Klopt. En die vorige groen geeft, zegt niet dat... dat je naar 40 km per uur moet gaan. Goeiedag, hé. Dat is een hele zin. Ik denk eerder dat er een knipper per ons in, waardoor het niet... Oh ja, dat kan goed zijn, Rupke. Dat is wel een goeie inderdaad. Oh, een hele shitload aan verps naast mij. Zet maar een sticker op de effecten. Ja, inderdaad. Gewoon zo'n even een stickertje plakken. Deur defect. Alsjeblieft. Als het zijn groen is, zou je met meer dan 40 km uur door kunnen rijden. En dat kan niet. Nope. Maar voor mij geldt voor het dwergseintje sowieso altijd dat je niet hadden dan 40 km per uur langs heen mag. I guess. Op ieder station? Jeetje. Ik heb liever DM90. Ja, ik zei al, hij ziet er een beetje raar uit. Maar ik weet niet of dat nou aan mij ligt, ja of nee. Kijk, want toen ik al net aan de voorkant keek, ik vond het hier de... Ik vond de voorkant... Oh, nice, wacht even. Verkanting hype. Even een paar mooie plaatjes schieten. Want ik vond dat de voorkant, vond ik er gewoon zo raar uitzien. En ik kon niet helemaal plaatsen wat er nou aan het handje is, maar goed. Ja, railbox is gewoon raar. Dat is misschien wel het beste inderdaad. Maar SC Twente heeft de gemeente al... maakt me niet uit waar het over gaat, maar dat zal vast wel waar zijn. Hij wilde per se in een firm rijden. Ja, dat zal het wel geweest zijn, koplopen. Hier naar links is normaal gesproken trouwens voor de richting Enschede, of de richting Almelo, Hengelo, Enschede. ATB EG kan altijd onder 40 door een rood sein knallen. Op eigen risico. Volgens mij kun je ATB NG ook wel overroelen als het moet hoor. Volgens mij kun je daar iets met 5 km per uur door rood sein in ofzo, I guess. Ja, het is natuurlijk geen dingen, hè. Het is niet... Je moet niet PCB verwarren met ATB, want die twee staan volledig los van elkaar. Oh, toch wel met 5 km per uur, ja? Nice.
Vanavond rond de klok van 6:30 weten we misschien wie kampioen de Eredivisie wordt. Is dat zo, ja? Oh, dan moet ze voor mij wel een of andere wedstrijd, of niet? Zo. Wat is dat? Nou, we zitten lekker tegen de bedrading aan te skuren. Nee, maakt niet uit. Dat zal ik de volgende keer wel weer netjes leggen. Goed, nu gaan we wel op weg naar Zutphen in ieder geval. Zoals gisteren gebeurd is, onderweg naar huis op de bekende plek in Zutphen. Ik vind het niet triest, want ik moet ook nog werken terwijl de voetballers figuurlijk de hand ophouden en vangen. Ja, weet je wat ik echt gek vind? Dat voetballers die verdienen zeg maar ja, 100.000 of miljoenen euro's, ligt eraan wat voor voetballer je bent. En dat lui die bijvoorbeeld mensenlevens redden, zoals ambulancemedewerkers, doktoren, brandweermannen, die verdienen nog niet, ja, die verdienen daarbij vergeleken bij dat een schijntje eigenlijk. En dat vind ik op zich best wel, ja, best wel raar eigenlijk. Dat als je mensenlevens redt, dat je dan minder verdient dan als je tegen een bal aantrapt. Want eigenlijk is dat gewoon niet meer en niet minder. Dus ja. Heel België ERTMS wordt, ja, serieus. Goeiedag, hé. Juf is live, goedemiddag. Even kijken, Zutphen is nu nog 7 kilometer van ons af. 7,5 kilometer. En ik ben voorbereid. Ik heb voor de verandering eens even wat snacks meegenomen. Zodat ik niet elke keer uit de kamer hoef te lopen voor... Oeps. Voor om wat te eten. En... Even kijken. Nou, het zijn niet echt snacks. Het zijn meer snoepjes. Maar het zijn Skittles. Lekkere Skittles. Is ook wel een keer lekker, of niet soms? Even wat Skittles te doen. Nee, geen Tuk. Geen Tuk. Dat is van Rupke. Rupke is Tukman. Of ik België wil doen en Molenaar. Nou. Sorry, Jolo Stefano zegt, vraagt dat. Of ik België wil doen. Ik heb voor mij niks in België. Dus dat gaat wel een beetje lastig, denk ik. Als ik geen België heb. Oh ja, een stuk van Essen naar Roosendaal, dat heb ik wel. Maar ik heb volgens mij Zuidwest-Nederland. Volgens mij heb ik daar een mapje op punt old gezet, dacht ik. Even kijken. Even kijken. G, Steam, Steam Apps, Common, Railworks. Oh. Ja, ik rem al. Oh, 80. We gaan even nog wat meer remmen. Content, routes. Even kijken. Er staan hier een paar op punt old. Maar ik weet bij god niet welke. Oh, deze. Gevonden. Ik heb hem gevonden welke ik op punt old heb gezet. Dat is dan... Die 081 op het einde. Die is voor Zuidwest-Nederland. Oké, dus dan moet ik die punt old moet ik zo meteen weer goed zetten. Scenario's, want hier is een hele shitload aan scenario's in namelijk. En dit is volgens mij een andere. Goed, ik weet al welke ik moet hebben. Nice. Ja, begin met 2F volgens mij. Voor mij had ik hier ook wel 2F staan, dacht ik. Ja, 2F inderdaad. Ik heb de goede. Dan moet ik zo meteen eventjes omwisselen wat ik op punt old heb staan. Want ik heb namelijk een iets nieuwere versie erop staan met weinig scenario's. Dus zet ik even de oude versie terug.